Dat kan. Waar heb je dat geleerd? Nou, ik zit nu ongeveer 3, 4 jaar bij de jeugdbrandweer. Daar heb ik een jaartje geleden heb ik daar een reanimatiecursus gehad. Daar heb ik geleerd hoe ik moest reanimeren. De jeugdbrandweer, dat alleen al. Dat alleen al. Nou ja, de jeugdbrandweer. Ik neem toch niet aan dat als mijn huis in brand staat, dat er allemaal jongetjes van 15 komen. Ja. Wat doet de jeugdbrandweer? Het vier poezen voor je als het nodig. Nee, ja, de jeugdbrandweer is eigenlijk een voorproefje voor de echte brandweer. Ja? Wat wij doen is, wij oefenen op nepvuur. Wij spelen wedstrijden om te kijken wie de beste is van je regio of landelijk. En ja, voor de rest is het gewoon een voorproefje voor de echte brandweer. En daar heb je leren reanimeren. Ja. Een jaar geleden. En nu kwam het volgens mij voor het eerst van pas bij jou op school dat het in het echt moest gebeuren. Maar volgens mij is die cursus met een pop, toch? Ja, klopt. De cursus met een pop, ja. Maar je hebt geen moment geaarzeld bij dat meisje op school? Nee, ik heb geen moment geaarzeld, nee. Nee. Wat dacht je op dat moment dan? Ja, ik dacht, ik moet gewoon mijn plicht uitvoeren, maar ik zat vol. Echt? Dat dacht je echt zo? Ja, ik dacht echt zo, ja. Maar van wie heb je dit? Ja, van mezelf. Niet dat je ouders dat hebben meegegeven aan... Niet? Nee, niet echt. Nee, wat doet je, ze hebben het wel een beetje meegegeven natuurlijk, maar ik heb het ook uit mezelf. Wat doet je moeder voor werk? Ambulancechauffeur. Ja, dat zegt al heel veel. Ja. Je bent ambulancechauffeur. Ja, dat klopt. En wat is een